Je nachtlampje is weer kapot. Old school. Ah! Oh, jij bloedt echt. Ja, maar is niet erg. Maar stel, je lampje is kapot. Dan hebben wij een trucje, zodat je niet gewond raakt. Ook uitkijken dat je hier niet gewond bij raakt. Dit is een beste aardappel. Tadaa. Nou, je snijdt een aardappel doormidden. En dan, zoals je misschien heel slecht kan zien, zit hier nog wat glas aan het lampje. En dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Ja. Zoals jullie hebben kunnen zien bij Lynn hier. Ja. Kijk, laat even je vinger zien. Ah! Top. Het bloed komt er nog net niet doorheen, Lynn. Dus het is veel te gevaarlijk om een kapotte lamp gewoon met je handen eruit te draaien. Dus gebruik een aardappel. Prik hem erin. Ja. Nou ben ik bang. Ja. En nu draaien. Ik denk linksom is eruit, toch? Ja? Oh, je hebt wel een stuk lamp eruit. Nee. Oh, ik wil het proberen. Kijk. Tada! Tada! Goed bezig. Geen gewonden. Nou, het werkt dus wel. Het werkt wel. Cool. Als je het goed uitvoert.